Het Bergmanianum is een indrukwekkend en aangenaam gebouw. Ik kwam er bijna dagelijks. Het is, misschien was het mijn werkplek. Sinds 2018 is het in gebruik als academisch gebouw van de Radboud Universiteit. Daarvoor heeft het verschillende functies gehad. Het is gebouwd in 1929 als studiehuis voor de Jezuïeten. En de laatste jaren is het gebruikt als verzorgingshuis voor broeders en paters. Ook na de verbouwing heeft het zijn oorspronkelijke karakter behouden. De mooie gangen, de mooie trappen, kleurige stenen en de bijzondere lichtval maken het tot een heel sfeervol gebouw. Ik kom er erg graag. De kapel is misschien wel de plek waar ik het liefst kom. Het is een mooie ruimte met flonkerende glas- en loodramen. En het gewelfde plafond geeft het een hele bijzondere sfeer. Ik zou u heel graag rondleiden in het Bergmanianum, maar helaas, dat gaat nu niet. En gelukkig hebben we wel de mogelijkheid om u online een kijkje te laten nemen in het Bergmanianum.